iets meer dan 6000 collega's, dus we zijn een hele grote groep. En wij hadden het ook heel erg moeilijk in het begin van de coronacrisis, als we zagen hoe moeilijk onze zorgverleners het vooral hadden. Dit zijn een aantal quotes. Mijn collega Naomi De Bruin en ik, wij hebben een interview gegeven aan VOCA voor in hun magazine Ondernemers. En dit zijn een aantal dingen die ik eruit geknipt heb. Maar eigenlijk kwam het hierop neer. Onze medewerkers moeten tijd krijgen om even stil te staan. Wij vanuit HR, we waren een beetje een losgeslagen projectiel. We gingen kindercrèches op de grond stampen. We gingen strijddiensten organiseren, huishoudhulpen, traiteurdiensten. We hadden een Excel-lijst van 50 lijnen met wat we allemaal wilden doen om de mensen het leven wat draaglijker te maken. We hadden heel veel compassie met hen. En dan dachten we, maar misschien moeten we gewoon doen waar we het best in zijn als HR. En dat is in de organisatie de mensen helpen. Ik ga dat hier niet voorlezen. Dat zijn dingen die jullie waarschijnlijk heel bekend voorkomen. Er was heel veel angst. Er was uitputting. Mensen waren fysiek en emotioneel gewoon heel erg moe. En hadden behoefte. Behoefte aan zelfzorg, maar ook behoefte aan verbinding. We wouden hen de tijd cadeau geven. Hè. Het was een uitputtingsslag. Ze waren heel druk bezig. En wij dachten, als we de mensen nu eens aanbieden om even stil te staan. Stil te staan bij zichzelf, stil te staan bij hun collega's. Sommige teams waren uit elkaar getrokken, misten elkaar, misten hun afdelingshoofd, hadden heel beklijvende dingen meegemaakt. Hè. Als je op een heelkundeafdeling staat en je wordt plots op een COVID-afdeling gezet, dan zie je mensen sterven waar je niet gewoon bent misschien. Dus de mensen hadden het moeilijk en wilden die verhalen delen met elkaar. En terug opnieuw verbinden met elkaar. Nu, het was natuurlijk heel veel kommer en kwel, maar er zijn ook mooie verhalen. Dat wou ik toch ook wel even tegen jullie zeggen. Verhalen van hoop. Mensen die schrik hadden omdat ze ineens op een afdeling moesten gaan staan waar ze het reilen en zeilen niet kenden. Of met nieuwe technieken, met nieuwe toestellen moesten gaan werken. En die zoiets hadden van, oh, dat viel eigenlijk toch wel mee. Ik dacht dat dat heel lastig ging zijn, maar eigenlijk had ik dat vrij snel onder de knie. Hè. Dat geeft de mensen dan weer ja, een soort van boost aan zelfvertrouwen. En dat waren toch mooie dingen. Of ik ging dan ineens bij het team van intensieve meewerken. En dat is een team met nogal een reputatie. Maar ik werd er ontzettend warm ontvangen. En ik ben er opgenomen en ik kon onmiddellijk meedraaien met de rest van het team. Of nog het strafste verhaal, en wij zijn talentdenkers binnen HR, wij vinden context heel erg belangrijk. Mensen die zeggen van, ik had nooit de bedoeling om op een intensieve te gaan werken, maar ik heb het nu eens geproefd en ik merk dat dat echt mijn context is. Ik ga me herscholen, want het is daar dat ik de rest van mijn carrière wil doorbrengen. Dus dat zijn mooie verhalen die ik toch ook heb wel meegeven en die zijn uit de samensterksessies gekomen. En wij voelden met wat we aan het doen waren, dat we echt in het hart van de organisatie zaten. Dat we hier aan het doen waren wat er nodig was, wat de mensen echt nodig hadden. Mekaar terugvinden, de verhalen delen met elkaar en terugverbinden met elkaar. De samensterksessies bestaan eigenlijk uit, we hebben twee dingen aangeboden. Ik zal het zo vertellen, we hebben een soort van koerskaart aangeboden. Dat is een spelletjesdoos met verschillende kaarten. Een hele leuke doos waarin kaarten zitten, waarin potloodjes zitten, waarin post-itjes zitten en allerlei zaken. En waar dat de mensen vrij gebruik van kunnen maken. Hè. Het is een leidraad, het zijn kaarten, ik ga ze zelfs van dichterbij laten zien. Kaarten met vragen die echt uitnodigen voor een goed gesprek over de zaken die er op die moment toe doen. Het is een doos die je op elk moment uit de kast kan pakken. Dat vonden we heel belangrijk. We hebben er ook heel nauwgezet op toegezien dat het woord COVID nergens op een kaart staat. Hè. Dus we zitten nu bijvoorbeeld in een periode dat we het EPD aan het implementeren zijn, het elektronisch patiëntendossier, ook een belangrijke change. Als mensen zoiets hebben van, we hebben even een time-out nodig, dan kan die doos uit de kast gehaald worden. En dan zijn deze vragen even relevant als 2 jaar geleden. Iemand van het team of de leidinggevende kan het begeleiden. We hebben kaartjes, we hebben een notulist, we hebben een tijdbewaker, we hebben een gids. Dus het is een hele handige doos die zichzelf een beetje uitlegt. En waar dat je op het moment dat je er zin in hebt, verder mee kan, aan de slag kan gaan. En de koerskaarten hebben we ontwikkeld in samenwerking met Kessels en Smit. Dat moet ik er toch even bij vertellen. Daarnaast waren er de samensterk sessies. Als mensen echt wilden samenkomen, dan kon dat ook. En dan hadden wij een team van partners om de teams, dus echt de functionele teams, te begeleiden. We hebben het aangeboden voor alle teams en op maat van de teams.
Wat ook belangrijk is over de partners, dat zijn een vijftal mensen die we al kenden of nog niet helemaal kenden. Dus gekende partners, trainers, begeleiders van ons en een aantal nieuwe partners waar we echt een team van gemaakt hebben. We hebben de mensen uitgenodigd om elkaar te leren kennen. We hebben samen de aanpak bepaald. We kwamen regelmatig terug samen voor een debrief van wat is er uit de teams gekomen, wat hebben ze nu nodig, zijn we goed bezig. En we hadden echt het gevoel dat we, dat we een partnerrelatie hadden met dat team van partners. Soms deden ze ook samen een teambegeleiding als het een groot team was, of switchten ze onderling als er agendaproblemen waren. Dus we voelden dat we daarmee wel echt in goede handen waren. We hebben de leidinggevende binnen patiëntenzorg wel actief gecontacteerd. We hebben hen opgebeld en we hebben verteld dat we samen sterk sessies kunnen aanbieden. En heel veel van de leidinggevenden zijn er dan ook op ingegaan. We hebben gezegd, spreek eens met uw team en hoor eens of er nood is of er behoefte is binnen uw team om zo'n samen sterk sessie te organiseren. Hoe ziet dat er nu uit inhoudelijk? We starten met een setting the stage. En dat is de directie die eigenlijk het team verwelkomt en een nederig dankjewel uitspreekt voor de afgelopen periode die heel erg zwaar was. De commentaar die we heel vaak kregen vanuit de organisatie was dat de mensen zich niet erkend voelen. Waar zit de directie? Weten die wel hoe zwaar dat wij het hebben? Weten die wel waar wij mee bezig zijn? Vandaar dat we het belangrijk vonden dat de directie daar even een intro deed en dat ze in gesprek konden gaan met de directie. En vooral dat nederige dankjewel, dat was een hele belangrijke. En we merkten tijdens de sessies ook dat dat de boel ontmijnde. Als de mensen veel frustraties hadden, dan zorgde dit al een stukje voor een meer relaxte sfeer en een appreciatievere sfeer, waardoor de sessie toch in een andere teneur kon doorgaan. Belangrijk was dat onze externe partners na elke sessie ook een verslag schreven, omdat wij ook een signaalfunctie hebben, vinden wij. We willen, dat is natuurlijk in alle veiligheid dat die sessies doorgaan. We gaan daar geen quote citeren of weet ik veel in zo'n verslag, maar wij willen wel weten hoe het met de teams gaat. Is er iets dat wij moeten weten? Is er iets dat we moeten doorgeven aan de directie? Zijn er dingen die ze daarna anders kan doen om de mensen het leven makkelijker te maken in deze lastige tijden? Na een paar weken hebben we de leidinggevende opnieuw opgebeld. Hoe gaat het nu met het team? Heb je nog feedback gekregen? Wat is er nu nog nodig? En dan hadden wij een aantal dingen die we konden aanbieden. Daar zal ik straks verder op ingaan. En dan wil ik ook nog zeggen dat wij een heel groot stuk van deze sessies hebben laten subsidiëren door het FEBI, het Fonds voor Privéziekenhuizen, die speciaal voor deze periode het post-COVID-project hebben aangeboden, waar wij gretig gebruik van hebben gemaakt. Voilà, dat zijn de kaarten uit de doos. We hebben met onze collega's van communicatie deze doos ontworpen. De vormgeving is echt is door hen gedaan. Het is echt een mooie doos. We hebben er ook voor gezorgd dat in de design van de kaarten dat alle groepen zich aangesproken voelen. Er zijn ondersteunende diensten, mensen van de keuken, mensen van housekeeping, artsen zitten ertussen. Dus dat vonden we wel belangrijk, dat iedereen zich aangesproken voelde. Er zijn potloodjes bij. Ik heb alles al verteld, denk ik. Wat wel belangrijk is, is dat we een aantal vragen, de twee onderste vragen, de trotsvraag en de toekomstvraag, die zitten ook bij in de doos. We merken dat als we de trotsvraag niet stellen aan de mensen die zo overweldigd zijn door emoties van wat er de laatste tijd bij hen gebeurd is, dat ze er zelf niet opkomen. Maar als wij die vraag stellen, die trotsvraag, dat er hele mooie verhalen komen. Dus die vraag hebben we bij in de doos gestoken. En ook leren voor de toekomst. Het is in een crisis belangrijk om achterom te kijken en te kijken van wat hebben we hier nu uitgeleerd? Wat is er nieuw? Wat willen we voortdoen? Omdat het ons helpt in onze missie. Wat willen we absoluut niet meer doen? En wat willen we behouden? Omdat we merken dat we toch goed bezig zijn met de dingen die we doen. En dan voor de samensterk sessies hadden we een poster ontworpen met een aantal inspirerende vragen. Belangrijk in die sessies is dat we het tempo aannemen van het team zelf, dat het een sessie is van de mensen zelf. Maar we willen hen wel een stukje op weg helpen door bijvoorbeeld deze poster in het keukentje te hangen van de afdelingen, zodat ze al eens een keer kunnen nadenken over deze vragen. Dat dan in de sessie zelf aan bod komen. Wat hebben we geleerd? Onze koerskaart, onze spelletjesdoos, er was heel weinig animo van de leidinggevende om zelf de sessies te begeleiden. Ze hebben nood om zelf deel te nemen. Ze hebben zelf ook een moeilijke periode gehad en ze zien het eigenlijk niet zitten om dat zelf te doen.
weinig interesse in het algemeen. We zitten met een hoop thuiswerkers die het al moeilijk vinden om die doos te gebruiken. Onze ondersteunende diensten, facilitaire diensten, zien dat ook niet zitten om het alleen te doen. Zeker niet in moeilijke tijden als er weinig energie over is om zich ook nog een keer in die doos te verdiepen. De pro is dat het een passepartout-doos is. Hè. Dus we hebben het woord COVID nergens vermeld. En wij denken dat we regelmatig, dat we als HR met onze doos is de boer op moeten. Hè. Ik moet daar eerlijk in zijn. We hebben nog een heel palet vol dozen. Maar onbekend is onbemind. En we willen heel graag aan de organisatie het gebruik van de doos en de kracht van de doos delen met hen. Dus we gaan de komende maanden met de doos onder onze arm is in de organisatie met de doos aan de slag, zodat leidinggevenden zich wat meer vertrouwd voelen en vertrouwen krijgen om er zelf dingen mee te doen. En als we dan kijken naar de sessie zelf, voor de sessie deden we altijd een intake. Hè? En dat vonden we heel belangrijk. Dus wij van HR zaten erbij, de leidinggevende zat erbij en de externe begeleider. We hebben de leidinggevende ook aangemoedigd om op voorhand al eens even met het team in gesprek te gaan. Hoe gaat het met het team? Wat hebben ze nu nodig? Waar staat het team nu? En die input is ook heel belangrijk voor de begeleiders. Hè. Ook al passen we ons aan wat het team nodig heeft, toch is het belangrijk voor een begeleider om ongeveer te weten wat voor een team ze gaan treffen. Hè. Is het team dan een team dat in volle stress zit? Is er heel veel frustratie? Of hebben ze vooral behoefte aan die verbondenheid? Tijdens de sessie zelf, de erkenning die werd gemist, dat is zeker absoluut een troef. En dan het tempo en het accent wordt bepaald door wat het team nodig heeft. Het is echt hun sessie. En daar moesten ze wel aan wennen. Want ze hadden zoiets van, ja, het zal wel weer psycho-educatie zijn over de fases van rouw of de fases in stress. Maar nee, het lag echt allemaal open. Wat hebben jullie nu nodig? Wat hebben jullie nodig om voor te kunnen? Wat hebben jullie nodig om binnen 3 uur hier buiten te gaan en het gevoel te hebben van, oké, hier heb ik deugd van gehad. En de trotsvraag en de vooruitblik, hè, zoals bij in de doos, hè, de vragen die in de doos zitten, zijn dit ook belangrijke vragen om de sessie mee te eindigen. Na de sessie komt er het verslag van de begeleider, waar vooral de businesspartners en wij zelf mee aan de slag gaan. En is er ook een diepte-interview, hè, het interview met de leidinggevende. Wat heeft het team nu nodig? En er komen allerlei zaken uit. Hè. Soms zegt de leidinggevende, ja, ze hebben het toch wel heel erg moeilijk. Misschien moet er eens iemand van het zelfzorgteam langskomen. En dan contacteren we iemand van het zelfzorgteam. Of wij hebben natuurlijk ons open opleidingsaanbod. We hebben altijd opleidingen binnen ZNA. Hebben we op een heel laag pitje gezet tijdens de corona, omdat er gewoon geen ruimte was om opleidingen te volgen. Maar we hebben voor de zorg een aantal opleidingen echt specifiek voor hen aangeboden. Zoals omgaan met rouw en rouwenden. Hè? Omdat er was ook weinig bezoek mogelijk. Soms stierven mensen eenzaam of met één kind, terwijl er nog 3 broers en zussen waren bijvoorbeeld. En die ene persoon kunnen ondersteunen, dat was toch ook een behoefte die we voelden binnen onze zorgteams. Dus we hebben een aantal opleidingen echt specifiek aangeboden. Omgaan met schokkende gebeurtenissen, palliatieve hulp bespreekbaar maken. Toch wel hevige dingen waar we hen mee konden ondersteunen. En er is altijd ruimte voor vervolgsessies. Dat is toch ook wel een belangrijke. Het Febi blijft ons sponsor, daar zijn we ook heel blij om. En als mensen nu nood hebben om nog samen te zitten en we merken dat er elke week toch nog een aantal vragen binnendruppelen, dan is die kans er nog altijd. Hè. De acute nood is er een beetje af, maar mensen hebben toch wel weer behoefte om te kijken waar staan we nu. Wat is onze missie als team? Wat hebben wij nodig om er te zijn voor elkaar en voor de patiënt? Dus die begeleidingen blijven wij gewoon verder zetten. Dit is een hele mail die ik erin geplakt heb. Die moeten jullie zeker niet lezen. Maar als je de datum ziet, dat was 8 mei 2020. Dus dat was echt wel vlak midden in de eerste golf. En dan kregen we deze feedback van een afdelingshoofd. En dan voelden wij van, oké, we zitten hier echt op het juiste spoor. We zijn de dingen aan het doen die de organisatie nodig heeft. Hè. Tijd nemen om ervaringen te delen, erkenning te geven, dank en fierheid uit te spreken vanuit de directie. Dat was een belangrijke. Steun te vinden bij elkaar, elkaar vinden en samen kijken naar de toekomst. De externe begeleiding, die blijven we ook aanbieden, want er is eigenlijk geen enkele leidinggevende die al gezegd heeft, ik wil dat zelf wel een keer doen. En die wilden zelf ook wel graag deelnemen en delen met hun team. Een belangrijke was, het team bepaalt de richting van het gesprek en dat kunnen we niet genoeg ophameren. Dat is eigenlijk het grote succes van deze sessies, denk ik.
En de laatste vraag, dus de timing een beetje in de gaten houden, want wat hebben we nodig om verder te gaan, is een heel belangrijke afsluiter. Dat er niet te veel losse eindjes zijn na zo'n sessie, maar dat we echt samen vooruit kunnen. Als laatste slide wil ik jullie even delen waar we nu staan en waar we onze energie nu gaan insteken. Als we kijken waar de mensen trots op waren, dan is dat onze patiënten. Mijn collega's, de samenhorigheid, hoe dat we families ondersteund hebben. De nieuwe medewerkers die onmiddellijk mee insprongen. Er was heel veel energie in het begin. Mensen voelden zich belangrijk. Mensen wilden het verschil meemaken in deze crisis. De leidinggevende was er heel flexibel in. En we hebben in elke zitten een hele grote muur vol met complimentjes, tekeningen enzovoort. Dus dat gaf de mensen zeker heel veel, deed de mensen heel veel deugd om dat te merken. Wat zijn de suggesties of een aantal belangrijke suggesties die er gegeven waren voor het beleid en voor de directie? Geef ons buddies voor het logistieke werk. Wij willen er zijn voor de patiënten die het moeilijk hebben. We willen er een stukje zijn voor de weinige bezoekers die er zijn. Maar geef ons buddies, want er zijn een aantal zaken die wij als zorgverleners eigenlijk niet moeten doen. En als we dat werk uit handen kunnen geven, dan kunnen wij doen waarvoor wij hier gekomen zijn. En we hebben dat zeer ter harte genomen. We hebben er ook mee in de krant gestaan. Mensen die in de evenementensector werkten bijvoorbeeld, of kappers, die hun eerste stappen binnen de zorg hebben gezet omdat wij buddies zochten. Dus en er zijn er ook een aantal die blijven plakken zijn, zoals we dat dan noemen. Dus dat was zeker een succes en dat was een suggestie vanuit de werkvloer. Geef ons feedback over onze feedback en dat is een belangrijke. Als mensen moeite doen om dingen te vertellen, om feedback te geven over wat er anders en beter kan, moeten wij laten weten wat we doen met die feedback. Hè. We hebben nu gehoord en we gaan er iets mee doen of we gaan er niks mee doen, maar we moeten hen wel informatie geven over wat we mee gaan doen. Geef ons meer erkenning. Administratieve ballast verminderen, dat is ene, denk ik, die zeer gekend zal zijn en die jullie ook zullen kennen. Interne communicatie, niet enkel via de computer. Ik moet zeggen dat onze communicatiedienst daar heel veel moeite voor doet, ook met posters, ook met screensavers, via cascaden enzovoort. Maar het is niet makkelijk om mensen te bereiken die de ganse dag op de vloer bezig zijn. Teams niet te snel uit elkaar halen. En een hele belangrijke was, zet onze collega's en zet ons in op ons talent en onze interesse. En dan moeten we zeggen, in het begin hebben we daar zeker fouten in gemaakt. Hè. Het was voor ons allemaal nieuw. We moesten heel snel handelen. En ik denk als pionnetjes dat we mensen hebben ingezet op verschillende afdelingen, zonder hen te betrekken, zonder te luisteren naar wat ze zelf wilden. Misschien zonder zelfs te luisteren naar waar ze ervaringen hadden. Dus dat hebben we heel snel geleerd. En vanuit betrokkenheid is denk ik een gouden sleutel. Ook in crisissen. Dus vanuit betrokkenheid hebben we dan de volgende stappen toch wel kunnen zetten. En de toekomst, samen sterk blijven. Ik heb daar een collega van ons, een fotootje van een collega ingeplakt. We merken dat we een aantal afdelingen niet bereiken. Hè. De mensen die heel veel thuisgewerkt hebben van de ondersteunende diensten, ICT'ers, finance, zelfs HR tot op zekere hoogte, die hebben we niet kunnen bereiken, maar die we ook niet kunnen bereiken hebben en mensen die ook mee in de vuurlinie gestaan hebben, dat zijn onze facilitaire diensten. Hè. De mensen die poetsen, de mensen die eten brengen, mensen in de keuken. En hen willen we dit jaar extra aandacht geven. Onder de noemer trots en positiviteit en de warme talentorganisatie die we willen zijn, denken we dat we dat pas echt kunnen zijn als we iedereen bereiken. Dus speciaal voor hen zijn we nu een mooi opleidingsaanbod aan het uitwerken en we gaan dat dicht bij de teams brengen. We hebben 10 sites, dus het is niet evident voor mensen om te reizen tussen de sites. We gaan zoveel mogelijk die opleidingen op de site zelf brengen. En dat zijn opleidingen zoals verbindende communicatie, maar ook omgaan met je persoonlijke verdriet en heimwee. Omdat heel veel mensen van die doelgroep hun land hebben moeten verlaten, hun familie hebben moeten verlaten, daar veel verdriet rond hebben. En je kan zeggen van oké, dat is privé, dat heeft niks met werk te maken, maar mensen brengen dat verdriet ook een stuk meer naar het werk. Dus wij vinden ook dat wij hen die ruimte moeten geven binnen ZNA om daarmee aan de slag te gaan. Het zijn opleidingen op maat, een aanpak op maat. En dat is onze focus voor 2020, naast de samensterksessies die we natuurlijk blijven uitdragen. En de belangrijkste boodschap is, binnen ZNA hebben we iedereen nodig. En die trots willen wij tot in elke groep laten voeren.